Afgelopen weekend een ramkraak bij een Sparwinkel in Opperdoes. Gisternacht eentje bij de Spar in Medemblik. En afgelopen nacht was het raak bij een Spar in Hoogwoud. En iedere keer zijn de daders op sigaretten uit. Toeval? Nou, de meeste mensen in Noord-Holland geloven er niks van. Zoals deze ooggetuige die vanmorgen al heel vroeg buiten was. Er is ingebroken bij de Spar hier verderop bij ons. En zodoende. En ik was toevallig om 5:30 liep ik buiten hier. Ook een vrouw ging op vakantie. Dus ik zag daar mijn auto staan en mijn draaiende motor. Dus loop je heen. En dan zie je dat ze bezig zijn. Dus gaan we 1 en 2 gebeld. Maar ja, dat vooral die zijn duurt heel lang vanzelf. Maar toen was alweer vertrokken. Ik heb het daar wel gezien, ja, maar in zoverre die viool eruit zagen wij ook niet allemaal. Het ging allemaal zo snel eigenlijk dat ik het amper zien. Ja, het waren drie mannen, maar voor de rest weet ik dus niet hoe ze eruit zagen. En volgens mij hebben ze allemaal sigaretten meegenomen. Dat is nou tegenwoordig hot item volgens mij. Sigaretten en parfums volgens mij. Want die worden hier links en rechts gestolen bij verschillende zaken eigenlijk. Ik breng vanochtend mijn zoon naar school en ik rij mijn pad af. En ik zie gelijk dat er politie voor de deur staat bij de Spar. En dat het raam helemaal, of de deuren, de schuifdeur helemaal aan puin ligt. Wel heel lullig ook voor de nieuwe eigenaar die er pas zit. Het is natuurlijk wel super pech hebben, zo. Nou, zo te zien, daar hebben ze allemaal sigaretten meegenomen. Dan denk je van, nou... Maar ja, het is aardig leeg daar, dus ze hebben wel aardige buit meegenomen. Het gebeurt overal. Ja. Maar ja, het is zo zielig, zo'n dorpssparretje, dat die dan aan de buurt is. Het lijkt alsof de 3 ramkraken in de buurtdorpen allemaal door dezelfde daders zijn gepleegd. En de politie onderzoekt dat natuurlijk ook, maar kan het nog niet bevestigen. De Spar in Abbekerk, ook in de buurt, ook in West-Friesland, maar nog niet bezocht door de criminelen, heeft ondertussen alvast voor de zekerheid maatregelen genomen om het ze zo moeilijk mogelijk te maken bij een eventueel bezoek. Meldt Medemblik Actueel vandaag.